There's nothing like waking up to a nice cup of tea. Dacht ik ook. Deskazolier. Deskazolier. Namens Kasper, welkom weer bij Bussemeter, de vrijdag. En zoals je kunt zien, moeten wij weer een nieuwe route maken. Want wij gaan dus route 4 maken. Want we hebben weer nieuwe opdrachten. Have a perfectly balanced road between Oakwood, West Oakwood en Highlander Park. Get a payday on a route between Oakwood, West Oakwood en Highlander Park. Of zo, ik moet een nieuwe route maken. Een nieuwe busroute. Busroute nummer 4 wordt dat dan. Ja. Min 1 is een... Ja, ik weet niet precies wat dat inhoudt. Een demand. Want hij geeft alleen dat de eentjes... worden nog geen busroutes opgezet. Dus eigenlijk is het dan misschien een beter idee... om dan hier een route te gaan maken. Op alle busstations, op alle bushaltes die nog niet worden... ja, aan worden gedaan, zou ik zeggen. Dat lijkt misschien wel goed plan. Zullen we dan wel eventjes hier beginnen, maar? Ik wil ook nog daarin eigenlijk, zo. Stinkend park. Gaan we daarin. Gaan we daarin. Dan gaan wij, ja, ik probeer even te kijken of ik nou... Ja, ik moet daarin. Ik snap het. Ik moet naar Oakwood, West Oakwood. Oakwood moet naar een Highland Park. Zal dan eventueel eerst hierin kunnen, ja, inderdaad, ja. Maar dan kom ik hier niet, denk ik. Maar zo kan het wel. Ja, zullen we dan alles aan gaan doen? Ja, is dat slim trouwens, om dan alles te gaan doen in één keer? Ja, we kunnen het wel proberen trouwens. Maar ik heb hier nog een halte die niet... Zo, dan ben ik bang dat die helemaal... Ja, ik kan die weg gaan dan. Kijken, haal ik die weg. Die is ook weg. 7 haal ik weg. Ga ik dan... Hou je kop. My balls. Oh, lekker dan. Even kijken hoor, want hier rijdt ook al een busje naar hier hoor. Ik heb natuurlijk nu geen halte waar ze dan op elkaar kunnen koppelen, zou ik zeggen. Want dat is natuurlijk ook een dingetje weer. Dan zou je haast moeten zeggen dat je dus eventjes een soort, ja, een halt willen hebben, moeten hebben waar ze dus kunnen overstappen. Zo. Dan ga ik echt de verkeerde kant op trouwens. Ja, ik probeer een beetje zo logisch mogelijke route te maken, maar we kunnen ook wel deze gewoon een keer doen. Dan heb ik hier meer aansluiting op. Zo. Dan gaan we even kijken. Ja. Daarheen. Daar en daar. Ja, het is een beetje vissen nu. Maar... Ja, zo kan het wel. Zo. En dan door de hele stad heen dan nog verder moeten maken. Poeh. Moet wel een lang busstationnetje trouwens. Pak ze allemaal, hè. Pakken we ze allemaal nu, zo. Wat plaatjeentjes. Oh, this route is not balanced. It will operate at a reducing capacity with a route amount of 3. Is niet echt gebalanceerd, zegt hij. Waarom niet dan? Hij is niet gebalanceerd, zegt hij. Nog een keer trouwens. Hij geeft ook aan dat deze haltes... Short trip, long trip. Vrij goed zijn. I just love every second on the bus.
Hey, Alfonso. Drie. Yeah, it's my hair. It's constantly growing. I need a shave. When can I come? Ik zit even te kijken, want voor mij moet je dan gewoon inderdaad op die balance routes gewoon, dus wel op die eens misschien drukken. Kijk wat dan gebeurt, even kijken hoor. Die weer weg. Ik ga alleen de eentjes indrukken. It's not that easy to get breakfast bacon perfectly crispy. It took me years to learn how to do it. Nou, plus 3 is dat. That's my stop. No, it's plus 6. It's so nice to go by bus. Just yesterday I went by bus to have coffee with a friend. We also had a piece of cake plus 4. I'm telling you, that cake was delicious. Margaret said it's all to do with getting the right temperature for the chocolate. But I've baked enough cakes in my life to know that it's all about the fresh. Hey, wat ik even ga doen is ik ga even kijken wat nu de meest gebalanceerde busroute wordt. En als die er ligt, dan komen we even terug. En dan laat ik even mijn nieuwe busroute zien. En dan gaan we ook even rijden. Ik ga eens even kijken wat ik nou goed doe of wat ik nou fout doe. Ik zou zeggen, zo weer terug. Hoi. Yo, zijn we weer. Ik heb nu een gebalanceerde route gemaakt. Plus 6, min 6. Wat is nou eigenlijk de bedoeling hiervan? Nou, het is heel simpel. Je moet eigenlijk gewoon een halte aandoen waar je al bent gestopt. Dus die je al hebt. En een halte doen waar je dus nog niet bent gestopt. Die je dus nog niet hebt. Dus nu heb ik deze route gemaakt. Beginnen we 1. Dan doen we 2. Dat is dus een halte die ik niet al gedaan heb. Dus waar ik dus nog niet voorbij kom met mijn buscompany. Dan wel eentje weer. Dan niet eentje weer. Dan wel eentje weer. Niet eentje, enzovoort, 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 enzovoort. Dan heb je een gebalanceerde route. Dus nu is hij mooi gebalanceerd. Plus 6, min 6. En je krijgt een demand of 6. Oké. Okay. Mooi. Dan ga ik daar eens even op rijden. We zitten dus nu op route nummer 4. Daar rijden nu 3 M&M busjes op. Oké, okay, dat is wel heel erg god moet zijn. Even kijken hoor, waar is die nou? Want het zou mooi zijn dat je nou begint bij begin natuurlijk. Ja, hier zo. Huppakee. Nimis en C-Drive is dus de eerste halte waar we dus gaan stoppen. Ik heb de wipers even aanzetten. Zitten we al in de bus of zitten we nog niet in de bus? Oh, voor mij rijden we nog niet in de bus. Oké. Okay. Kijk, nu is hij dus... nu is de route dus weg, dus dat is goed. Maar dan moeten we Ketter PD on the route between Oakwood, West Oakwood en Pride. Dus dan moeten we gewoon blijven doorrijden. Net zolang tot wij dus een nieuwe P-dag krijgen, een nieuwe betaaldag. Maar we kunnen deze route wel even rijden, dat is wel leuk. Don't forget about shifting. Moet ik even kijken waar we nou precies moeten rijden hoor. Waar is 2? Waar is halte 2? Maar dat is halte 1. Dan moet ik eerst nog stoppen. Eerst halte 1. En dan moet ik even goed kijken op de navigatie hebben nu, want... Het is nu goed te blijven rijden nu. Hier is halte 1. Dan zal ik proberen zo mooi mogelijk te rijden nu. Uiteraard wel weer met een beetje humor erin natuurlijk. V. En dan 1, 2, 3. Tikjes open. En de eerste halte is hierbij. En er staat niemand in. Het onweer ook nog een keer. Ik hier nog in trouwens. Ja. Hier kan ik niet heen. Hallo? Toen zit ik vast. Now there's your transit company. Who knows? Maybe I'll even apply for a job as a driver. Oh, dikke nies bij even tussendoor. Ik moet hier wel in trouwens, maar... Hospital.
Doei. Oh ja, twee zitten op een andere plek. Sorry, ik zit een beetje verkeerd. Ik moet even draaien weer. Nee, dit is lekker dit. Oh, oh. Nice. Waar is het twee dan, joh? Ja, twee is eentje verder. Dit is de inrit naar de hospital toe. We moeten al hierheen. Oh, ik ga over de rood heen, maar niet uit verder. Dan moet ik hier als het is. Nee, ook niet. Waar is twee? Oh, daar is twee. Man, oh man, hé. Ik kan me omrijden. Nog hier af, denk ik. Halte 1 hoor, dat is niet gedaan trouwens. Waar moet ik dan heen, joh? Hier zo. Maar ik zit nog steeds niet in halte 1. Ja. Wat ik nu ga doen is even wat anders. Ik zet eventjes. Drive now. Er zijn ook gigantisch veel bussen op die. Kijk, dan moet ik eerst weer een Nemi Chats en C Drive. Maar daar ben ik al geweest. Oké, okay, nou, dat was zomaar. Waar moet ik naar halte nummer 3? Regard en Jetty. Nee, dit is lekker dit. Dit is weer een goed begin weer. Dan ga ik iedere keer de rood in, maar maakt niet uit. Nee, ik ga het goede voorbeeld geven hoe je niet moet bussen. Hè? Waar is halte 3 dan? Daar is halte 3. En Jetty. Ah, daar is Koos Albers ook weer. Ik ben nu wel erg op tijd. Ik vind trouwens wel het voordeel van dit spel is nu ook dat er gewoon andere bussen op deze lijnen rijden. Zonder dat je daar iets aan moet doen. Dat is natuurlijk wel handig natuurlijk. Want dat betekent ook dat je dus niet iedere keer die lijnen moet gaan rijden. Zou ik zeggen. Als je snapt wat ik bedoel. Maar in principe hoef je ze dus nu niet te rijden. Want anders had je wel bijvoorbeeld halte 1. Want bijvoorbeeld daar zit nu een vinkje achter. Met have a perfectly balanced route. Waarom gaat die... Oh, oké. Okay. Beetje sneu trouwens. Zit die man een beetje in de regen te wachten. Oké. Okay. Maar ik ben dus nu wel veel te vroeg. Dan gaan we naar halte nummer 4. Dat is Marina. Dat is... Goed, dat is een nieuwe bushalte. Ik ga niet goed. Ik rij weer eens verkeerd. En vind je dit nou een leuke video? Ja, tenminste, ik hoop het wel. Zal ik zeggen, abonneren. Het was deze week dus de gehele week Bus Simulator week. Nogmaals, we komen terug. Vaste item van dit spel op de vrijdags weer. En dan gaan we gewoon lekker bussen. En we kunnen ook wel eens een keer er helemaal een Bus Simulator week van maken. Dan doen we gewoon de bus, fernbus en Bus Simulator. Halte nummer 4 is Marina. Maar bij veel te vroeg zie ik.
Jammer dat het trouwens ook weer regent trouwens. Is blocked because something is. I need to purchase several tickets. Ja, die rem gaat niet uit. Ik, als je even wacht. Regular. D en dan plus en dan print. En dan €7,60 terug. Dat was top. Jo, jou bedankt. Oké. Student, je hebt een week. En dan één keer. En je krijgt niks terug. Gek hè, die. Oké. Senior. D. Print. Kijk, die oudjes die hebben altijd geen contant geld bij zich. Tenminste, niet. Ja. Cash, zullen we zeggen. En die student allemaal wel. Beetje raar. Oké, wat wou ik nog doen? Oh ja, die ramp zit vast. Ook even eruit. Wat er iemand iets. No. No. Ja, ik zit even te kijken, maar. Ik heb geen idee waarom die ramp niet uit wil. Komt dat dan puur omdat daar precies dat ding voor staat dan? Wacht even, moet ik even een stukje achteruit rijden hoor. Zo, wacht. Ik heb even tijd aan, waar ik is. Ik even de deur dicht. Oh, serieus dit. Oké, die moet wel uit. Oké. Oké, ga ik even dat opramannetje even uitzetten. Want daar word ik ook een beetje dol van. En we komen hier niet meer weg hier. Maar is, wat een herrie zeg. Heeft die muziek als hij zo? Nou, dan doe ik gelijk eventjes even een controle. Yo. Sure. How often do you want to see it? Hoppa. Oh, wat je zegt, vriend. Oké, okay, nou, let's go weer. Nu heb je mooi op tijd weer, zie ik. Hoppakee, en weer door. Halt nummer 5 is Bissell Avenue. Dat zei ik dus net. Ik vind trouwens ook wel dat die motor in één keer heel erg omhoog springt. Moet ik hier nog al trouwens in? Nee, nog eentje verder. Zeker weten, dat heb je helemaal juist gezegd. Oh, tuurlijk toch, jongen. Maar ik zit nu momenteel in het water. Hi. Oh, hey, I'm on the bus. Yes, oh, echt? On the bus. Oh, oké. Okay. Mm-hmm. Well, I thought we'd be meeting him tomorrow. Oh, he got sick. I really need to get tickets for the next game our team plays before they sell out again. Als jij ook echt zo blijft doorpraten als je aan de telefoon bent, dan word je denk ik ook niet zo vrolijk van, denk ik. Goed. Aankomst bij halte nummer 6, Bissell Avenue. Oh, en ik rijd goed tegen de bus. Top. En nog een keer. Ja, hartstikke fijn dat jij je auto in de garage laat staan, jongen. Ik vind het helemaal mooi, man. Ik krijg weer meer geld. Oh, dank je. Zo, kom maar gauw een meisje. Plop, paraplu weg. Wauw. Zo joh, het gaat goed tekeer buiten. Foi. Ik ben nog een beetje aan de vroege kant zie ik. Halte 5 en 6 zitten vrij kort op elkaar moet ik zeggen. Ja, we kunnen wel eens even eventjes een kleine feedback geven over wat ik nou vind van dit spel. Ik heb het spel nu een weekje gespeeld. Ik vind sommige
ja, dingetjes met qua uitleg mag wel iets beter, vind ik. Soms heb ik ook het gevoel dat niet alle filmpjes perfect doorkomen. Bijvoorbeeld met die Citago, Mercedes. Citago, ik weet niet of ik het goed zeg. Goed, ik dacht dat ik die bus echt moest kopen. Maar uiteindelijk heb ik het spel een keer opnieuw opgestart. Toen kreeg ik het filmpje wel een keer te zien. En toen zagen we dus dat wij die kregen van de stad. Dus niet hoefde te kopen. Dus ik heb ook maar weer die bus weer verkocht. Ik heb er wel een beetje lopen cheaten met geld. Ja, dat komt dus daardoor. Ik dacht van, nou ja, als ik eerst allemaal geld moet krijgen om zo'n bus te halen, dan ben ik over een half jaar nog bezig met route nummer 3, zullen we zeggen. Oh. Dus ja, dat was dan wel een beetje een dingetje. Wat ik wel leuk aan dit spel vind is, ja, de type weeromstandigheden. Je kunt in het donker rijden, in het licht, wat regen. Dat was ook bij busmeter 18. Het is allemaal wat vernieuwd. Maar ik vind dat de eigenlijke gameplay, vind ik, van busmeter 18 wel wat praktischer, eerlijk gezegd. Nou, je hoeft hem niet te laten zakken trouwens. Je mag hem ook gewoon zo laten staan. Oké. Kijk, senior. Nee, ik zeg senior, zei ik. D-trip. Dan een print. Gaat dat niet goed? Wat heb ik dan? Oh, sorry. Print. Oké. 3,20 euro. Dit vind ik ook wel een leuke feature erin trouwens. Wat is nou wel iemand weer uit, zie ik. Is dat zo? Ja. Oh, hij moet er eentje in. Sorry. Trouwens, die wheelchairs die zitten er wel meer in trouwens. Het was... dan ben ik trouwens te laat nu, zie ik. Er zitten er wel meer in trouwens. Maar ja, goed. Ook dat is wel een leuke feature erbij trouwens. Oh, wat denk je uit? Nou, komt eigenlijk de grootste vraag. Wat vind ik nou eigenlijk het mooiste bussimulator spel? Is dat Fernbus? Is dat bussimulator? Of is dat de bus? De bus is natuurlijk nog in een prilfase. Laat het daar wel reëel zijn. Die hebben ze echt gewoon boom gelaunched. Ik heb meer het idee dat ze die gewoon voor... dat ze gewoon dat spel, de bus, voor dit spel wilden... wilden laten uitkomen, zou ik zeggen. Maar ik heb dit spel altijd al leuker gevonden trouwens. Want ik speelde dit spel ook graag met ja, dan de bus met de 18 versie speelde ik dan ook wel graag. Ik ben een beetje aan het brouwen, je weet het, sorry. Maar eindoordeel, dit is wel een leuk spel om inderdaad als vast item te gaan gebruiken. Ja, dat gaan we dus doen. Dit is trouwens de nieuwe fase, het nieuwe gebied trouwens, waar we nog niet zijn geweest. Ik zie iets van een stijl voor dit of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Hier moeten we trouwens... Oh, ga je in de rem, jongen! Kijk, hij rijdt ook een andere busmaatschappij. Dat is ook mijn busmaatschappij wat hij rijdt. Ik weet trouwens niet of je ook concurrentie krijgt. Want je had bij bussen met de 8 ook concurrentie van andere busmaatschappijen die op je route konden rijden. Het weer wordt er allemaal niet beter van trouwens. In Chinatown are seeing more business than ever. Ik heb alweer PD Breakdown. Waar rijden ze route wel even uit trouwens. Asking about advertising on our buses. I've invited Ted over to help us out with this. I've already had a look at his request and drafted a contract. As soon as you're ready, just visit a paint shop and place the ad on one of your buses. The business's paychecks will start showing up every payday. If more businesses approach us, I'll send you a notification. Oké, we moeten dus zometeen nog een... deze route er even af. We moeten wel weer nieuwe opdrachten gekregen namelijk. We moeten een reclame gaan customizen. Oftewel, er moet een reclame op de bus komen van Chinatown. En we hebben, get a payday driving a bus with Chinatown on the route between Oakwood. Oké, dus we moeten zometeen nog een keer die route nog een keer rijden. Dan met reclame op de bus.
We rijden deze route even af. Hier zit trouwens zo'n Pinch of Prooi trouwens, dus we kunnen ook tel. Oh, het is best druk hier trouwens. This is my stop. Could you lower the ramp? Ja, zeker kan ik dat wel. Very punctual, thank you. Can you hear that? We rijden deze route even uit en dan komen we dus terug volgende week dus met deze. Zeker. Ik wil er eentje een kaartje. Een regular. Die. Een print. En dan wil die €13,80 terug. Zo, hele kast leeg. Thank you. Jo. We rijden deze route even uit. Dat is wel zo netjes namelijk. Bushalte nummer 8 is dit. Highland Park Hotel. Dan gaan we naar 9 toe, dat is de South Amador. Kijken we ook gewoon straks in de menu. Dat kan veranderen met die paint shop. Oké, volgende bushalte. Is dat hier al? Nee. Is South Amador. Dat is hier zo. Oké, okay, deze halte kan ik trouwens up. Oh, deze bushalte kan ik upgraden. Dat is deze. Has anyone seen my phone? I thought I put it in my bag. Zo. Is dat klaar? V, G. Ik denk dat ik even de rem even uitdoen, want er staat weer een Koos Albertje staat daar weer. Waarschijnlijk ook. Ik denk Chinatown, denk ik. Hoi. Hello, I'd like to buy a ticket, please. Je wil graag een regular ticket. One en dan een printje. No, I'm not Armando. You must have got the wrong number. Bye. 1 en dan 50. Thank you. Oh, lekker. Geef me gewoon te veel geld weg. Oké, top. Ga je nog mee of wat is dit? Exit the driving cabin. Oh, ik moet hier uit, zie ik. Ik weet niet wat dat er even is. Nou, dan gaan we deze bus gaan weggeven. Dan gaan we hier dus mee stoppen. Out of service. Oké. Okay, Bye bye. Wij gaan dus hierbij de boel verlaten. Want hij zegt dan dat ik de bus uit moest. We gaan nu richting die paint shop. Dat zien we in het volgende deel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter. Like en share video's vind ik hartstikke tof. Vergeet niet om te abonneren. Zou ik heel erg tof vinden. En zou ik zeggen, tot maandag maar weer. Alvast een goed weekend. Ik zeg de groeten toe, doen een dikke dag. Hoi. Daar gaat hij. Het is jammer dat deze dan daar niet stopt, hè. Maar goed. Jammer. Doei doei!